Bart Teuns. Jij bent de Belg van de dag vandaag. Je kiest meteen de juiste ontsnapping. Vertel eens. Ja, ik moet zeggen, ik ben teleurgesteld. Want volgens mij reden ze vol achter de motten in het peloton. Want we hebben van voor zo rap gereden. En ineens rijden ze komen ze twee minuten dichter op 10 of 15 kilometer. En wij reden vol. En ik zit ook al vrij lang in de koers. En ik kan het niet met zekerheid zijn natuurlijk, maar volgens mij, er is al veel over gesproken hier in de Ronde van Polen. Ik denk dat zelfs de tv-motor niet meer voor de kopgroep mag komen, want die heeft gans een dag achter ons gereden. Maar ik denk toch in het peloton dat ze er voordeel van hadden, want we hebben echt rap gereden. En, ik vind het een beetje jammer, maar ik denk dat we anders een goede kans hadden om vrij ver te komen. Dat is niet gelukt, dus ja, dat is spijtig. Was dat ook de reden waarom je het op 15 kilometer van de streep hebt laten lopen? Ja, op zich, daar zat ze al zo dicht en er was nog weinig te rapen. Ik zat ook met drie betere klimmers voorin, dus ik kon daar ook nog weinig doen. Maar het was een mooi trainingsdagje en ik heb het geprobeerd. En ze hebben niet laten begaan, dus volgende keer beter. En training in functie van? In functie van de komende koers, de Bingbank Tour is binnen een week of twee en Parijs-Roubaix komt er ook aan. En ik wil mij toch ook proberen in de kijker te rijden voor eventueel een selectie voor het wereldkampioenschap. Maar dat blijft afwachten, maar de vorm is goed, dus dat is al het begin. Dat hebben we gezien, dankjewel. Merci.